actie heeft een gigantisch bereik in Vlaanderen. Bijna 1600 scholen, Vlaamse basisscholen, doen mee aan de actie. Samen goed voor meer dan 410.000 kinderen. De essentie van de actie is dat we kinderen, zeker in de donkere periode van het jaar, tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie, willen aansporen om met een fluohesje naar school te komen als ze te voet komen en als ze met de fiets komen, een fietshelm te dragen en daarbij nog eens extra zichtbaar te zijn met een fluohesje, maar natuurlijk ook met goede fietsverlichting. Ja, op zich is de actie aan zich heel motiverend voor de kinderen. De VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, zorgt zelf voor tal van prijzen voor de kinderen op het einde van de rit of tussentijds. Nu, het is wel zo dat wij als school onze duit in het zakje doen met verschillende acties verspreid over de hele periode. En vandaag zijn we inderdaad gestart met een actie waarbij dat wanneer dat de kinderen kunnen zorgen voor 500 verzamelde stickers op schoolniveau, dat wij een extra speelminuten gunnen aan de kinderen. Uiteraard hebben automobilisten ook een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen in het verkeer. Dus als je kinderen ziet op weg naar school of anders op weg op de straat, ja, vertraag dan, pas je snelheid aan, kijk extra goed uit voor kinderen op kruispunten en zorg ervoor dat er geen ongevallen gebeuren. Ja, ik vind het superbelangrijk dat ze goed zichtbaar zijn in het verkeer, dat ze goed opvallen, hè, voor de veiligheid. Jaarlijks doen ze daaraan mee. Meestal hebben ze ook hier nog één op, maar omdat ze nu deze van de school hadden gekregen, hebben we nu vandaag deze aan. Ik denk als het nu donker wordt, dat we ook nog wel van voren ook nog een fluovest aantrekken. Op zich wacht ik niet op de actie, hè, dus een fluohesje aandoen. Zeker nu het 's morgens het wat donkerder wordt, 's avonds ook als ik ze kom halen. Blijven we toch wel goed zichtbaar op straat. Zeker omdat op sommige straten die wij nemen, de verlichting niet altijd fantastisch is. Dus dat is de reden. Helemaal.